Het is eigenlijk dat je in heel veel dingen heel veel gevaar ziet. En dat heb ik wel vaker gehoord bij meer lotgenootjes ook. Ik vond mijn messenblok verschrikkelijk eng. Echt doodeng. Ik heb zelfs mensen met een postpartum depressie die hun messen uit huis hebben gehaald. Dus gewoon omdat je bang bent van straks heb ik niet door dat ik iets doe. Of dat straks gebeurt er iets heel ergs en ben ik de controle over mezelf kwijt. Deze keer gaan we in gesprek met Madeleine. En de eerste vraag die ik je wil stellen is... Wanneer ben je voor het laatst gek van jezelf geworden? Vorige week nog, toen had ik echt... Ik zat tegen een terugval. Toen werd ik echt gek van mezelf. Dat je gedachten niet meer kunnen stoppen en paniekaanvallen. Oh ja. Ja. En heb je dan paniekaanvallen in de zin van dat je echt die paniekaanvallen die je helemaal uitwringen? Of is het dan meer een gevoel van spanning die heel de tijd door blijft gaan? Nee, het is echt een paniekaanval die je uitwringt. Ja. Nee, het is niet een paniekaanval waarbij je even denkt van... de muren komen om me af, maar het is echt gewoon... De voel, alle adrenaline, alles helemaal... Ja, continu, ja. Oké. Heftig, maar dat heb je... Ja, dat je jezelf er niet meer uitkrijgt, zeg maar. Ja, en dat heb je dan meerdere keren per dag? Ja, dat heb ik dan meerdere keren op een dag, ja. Heb jij dat eigenlijk wel eens ervaren? Nee, ik heb nooit een paniekaanval gehad. Gelukkig. Gelukkig, ja. Ja, kan je vertellen, het was geen pretje. Nee, is het echt niet, nee. Maar wel goed dat je hier zit dan trouwens. Ja, dat vind ik ook van mezelf. Yeah. Als ik eerlijk mag zijn. Ja. Maar het is ook goed om er even uit te zijn. Ja. En om even wat voor jezelf te doen. Weet je, dat voelt voor mij altijd wel eens een 1-0 voor mij. Kan me goed voorstellen. Ja. Onze gast van deze podcast is dus Madeleine. Zij kreeg een depressie na haar bevalling. Oftewel een postpartum depressie. Best een pittig onderwerp. Maar we gaan ons best doen om er een mooie podcast van te maken. Voor de luisteraars is het misschien wel handig om te weten... dat er een verschil is tussen PPD en PTSS... Er zit wel overlap tussen die twee. PTSS na een bevalling wordt namelijk veroorzaakt door een traumatische bevalling. Dus dat gaat vaak gepaard met herbelevingen van de traumatische bevalling. En PPD, een postpartum depressie, zit wat ingewikkelder in elkaar. Door hormonale veranderingen in het lichaam kan er een depressie ontstaan... of al aanwezige sombere gevoelens versterken. Hebben we dat goed gehoord? Ja, zeker. Ja, heel goed gehoord, ja. We beginnen dus met een aantal stellingen. Deze stellingen hebben we voorgelegd aan ons online panel. Namelijk de volgers van het Instagram-account Vetgezellig. Dit panel bestaat uit ongeveer 3000 mensen. De resultaten bespreken we later in deze podcast. Ik kreeg trouwens best wel veel privéberichten naar aanleiding van dit onderwerp. Okay. Best wel wat mensen die ook wel zich herkenden in het onderwerp ook. En dat ik merkte ook best wel dat het iets is wat weinig besproken wordt. Klopt. Ja. Ja. Er is weinig over te vinden ook in de zin van qua dit. Gewoon mensen met ervaring die daar iets over vertellen. En ik kan me best wel goed voorstellen, omdat wat we net ook al tegen elkaar zeiden eigenlijk. Mm-hmm. Het is een onderwerp wat lastig is, omdat bevallen moet leuk zijn. Als in, tenminste de bevalling zelf niet. Maar daarna de roze wolk. Ja, de roze wolk. Ja, het wordt een beetje euforisch gemaakt eigenlijk. Precies. Dat je dat moet beleven. En er is wel informatie over een postpartum depressie te vinden. Ja. Maar dat stopt dan een beetje bij... Ja, 10% van de vrouwen krijgt het. En als je het hebt, oké, vervelend. Maar nu gaan we verder over je baby. Dus dat is het eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. We hadden geprobeerd om stellingen te maken die goed erbij aansloten. Mm-hmm. Dat was best wel lastig, vonden wij. Ik had ze wel gezien. Ik vond ze heel goed aansluiten. Zeker. Vooral haar verdiend. Okay. Dus mocht je trouwens denken van, stellingen, daar wil ik over meediscussiëren. Dat kan op @vetgezellig. Op Instagram, meestal een week of een paar dagen voordat we gaan opnemen, plaatsen we die. Dus het is een beetje random, dus je moet wel echt volgen, want anders krijg je ze niet te zien. En mocht je dit trouwens op Spotify luisteren en denken van, ik wil eigenlijk wel zien wie Madeleine is, dan kan je op YouTube de video die erbij hoort ook bekijken en dan zie je ons praten aan een tafel. Nou, ik ga dan de stellingen voorlezen en dan mag jij zeggen of je het eens of oneens bent. Stelling 1, het starten van een gezin wordt overgeromantiseerd. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. En waarom? Omdat niemand je kan voorbereiden op de verantwoordelijkheid van het ouderschap. Mm. En dat is gewoon best wel overweldigend. Mm. En eigenlijk van alle mensen in mijn omgeving die ouder zijn geworden... hoor ik wel van, oké, dit had ik niet verwacht. Of dit had ik niet verwacht en dit is positief. Of dit had ik niet verwacht en dit valt me zwaar. Ja. Dus ik denk wel dat het wordt overgeromantiseerd. Dat denken wij ook. Wij hebben het best wel vaak erover. Mm-hmm. Wij hebben dan geen kinderen. Hoe we het om ons heen zien, zien we altijd een ander beeld... als dat mensen eigenlijk, als ze er vaak terug aan denken, over praten. Dus we zien inderdaad, het is best wel zwaar. Dus daarom hebben wij ook zoiets van, oké, we moeten wel echt... Je moet je leven wel echt eraan wijden bijna. Ja, je doet zo. Het er niet bij. Nee, precies. Nee. En dat wordt wel soms zo een beetje gezegd van, oké, weet je, het is alleen maar leuk. En zo achteraf heb ik altijd het idee. Dus de mensen met terugwerkende kracht aan het kijken zijn naar hun leven met hun kinderen. Maar ik zie wel in de omgeving dat het wel echt zwaar is. En hoor ik dat ook wel. Ik denk dat ik dat als
tiener en zo wel anders. Dat ik altijd dacht van, oh, dat is gewoon leuk, weet je wel. Ja. Punt. Dat is het. Ik denk dat mensen over het algemeen natuurlijk best wel positief zijn tegen anderen over het ouderschap. Want ja, we laten sowieso niet graag de negatieve dingen zien. Ja, ik maak het dus bijvoorbeeld van dichtbij mee bij mijn zus. En dan zie ik van, oh, het is toch veel zwaarder dan ik dacht. Het houdt veel meer in dan, ik wil graag een gezin starten en dat gaat alleen maar mijn leven verrijken. Nee, ja, ik ben er nu wel achter gekomen nu ik het van dichtbij zie, dat het pittig is. En ik denk dat je dat niet zo snel daarachter komt als je gewoon maar af en toe met mensen praat die je niet zo goed kent. Nee, dat denk ik ook. Ja. Je moet eigenlijk wel iemand in je omgeving hebben om een soort van alle kanten te kunnen horen van het ouderschap. Ja. Ja. Hoe dacht jij daarover voorheen? Ja, eigenlijk had ik ook wel gewoon een romantisch beeld ervan. En ja, ik was vrij jong toen ik mijn dochter kreeg. Ik was 23. Okay. Ja, ik had daar ook een heel romantisch beeld van. Ja, ja, tuurlijk. Het wordt overal een beetje, hè, de reclameplaatjes en een soort punica-oase aan gelukkige gezinnen. Ja, ja, en misschien is het ook niet erg. Want tenminste, het is mooi, denk ik, dat er genuanceerder beeld komt. Want het is natuurlijk, ja, er zitten ook mooie aspecten natuurlijk aan. Ja, en je moet mensen ook niet afschrikken om kinderen te nemen. Want dan hebben we dadelijk op een gegeven moment alleen maar vergrijzing. Nee, weet je wel? Dat klopt. Weer. Maar het hele de maatschappelijke druk op mensen die, dat er dan wordt verwacht dat je kinderen krijgt. Mm-hmm. Ik vind dat wel, dat mag wel anders. Ja, dat ben ik eens. Ja. Want het wordt ook best wel vaak, ja, wanneer ga je dan beginnen? Dan denk ik, ja. Oh ja. Wij zijn er wel redelijk duidelijk in naar onze omgeving dat het voor ons op dit moment... Nou, dat switcht nog wel eens. Nou, wij antwoord switcht de laatste week, jaren niet echt meer, hoor. Nee, maar er wordt best wel vaak gevraagd op zich van... En wanneer ga je aan kinderen beginnen? Ja, maar ja, dat geloof ik ook wel. Vooral als je een beetje richting de 30 gaat. Ja. Ja, dat is ook zo inderdaad. Zij wordt over een maand 30, dus dan is het... Oh. Ja. Ja. Nou, mijn beste vriendin die zegt altijd... Ik wil een groot gezin, maar geen kinderen. Dus dat vind ik een hele goeie. Ja, dat is wel een goeie. Ja, precies. Ja. Ze zei, het lijkt me heel gezellig, maar ik wil geen kinderen. Hmm. Misschien dat ze er nog anders over denkt, maar... Ja. Maar hoe oud is zij dan? 31. Oké, ja, precies. Ja, want ik moet zeggen, het lijkt me ook heel gezellig ergens, inderdaad. Een kind van jezelf. Maar ik zie ook wel echt veel dingen dat ik denk, hoe past dat in ons leven op dit moment eigenlijk? Ja, dat snap ik wel. Ja. Stelling 2. Er moet betere voorlichting komen vanuit de zorg over bevallen en eventuele risico's. Ja, zeker weten. Ja, kijk, dat je gaat bevallen, dat weet je. Ja. Er is niet echt, je kan niet zeggen, nou, dat doet de buurman of mijn man in dit geval. Maar er mag zeker wel wat meer informatie komen, ja. Want hoe heb jij dat ervaren? Kon je wel alle vragen stellen? Of, De eerste keer dat ik ging bevallen, heb ik het eigenlijk een beetje allemaal over me heen laten komen. En dacht ik, nou, ik ben bij de verloskundige, dus zij zal wel weten wat het juiste voor me is. Maar dat is niet de goede manier om daarin te gaan natuurlijk. Want jij weet wat het beste voor je is en wat je zelf wil. En bij de tweede keer, dus bij mijn zoontje, heb ik wel echt een cursus gevolgd waarin dat centraal stond. Maar daar moet je wel zelf naar zoeken. Er wordt niet gezegd vanuit een verloskundige of iets. Ja, ze hebben wel bevalcursussen, okay, zeker. Maar wij wilden niet een puffcursus of zo. Nee, precies. Wij wilden echt iets waar we wat aan zouden hebben met positieve affirmaties. En dat je zelf regie kan nemen. Ja. Dus ik moet wel zeggen, er zit wel een leeftijdsverschil tussen mijn kinderen. Die schelen 6,5 jaar. Daar is wel veel in veranderd. Ja, toch wel? Dat ja, zie er je is wel, wel veel in veranderd. Ja, vind ik wel. Ja. Maar het is ten wel... goede of ten... Ten goede, ten goede. Zeker. Okay, ja. Maar ik ben er wel mee eens dat er wat meer... Er mag wat meer informatie over komen. Ja, wij kunnen hier weinig aan toevoegen, want wij hebben totaal niet... Hoe hebben wij dat ervaren eigenlijk? Nou ja, ik heb wel even wat onderzoek gedaan toen ik dit aan het opstellen was. Je moet ook wel goed zoeken naar cursussen. Het is niet dat het zomaar even hier en daar staat van je kunt dit doen, je kunt dat doen. Ja, want je hebt bijvoorbeeld ook een doula, heet dat volgens mij? Ja, klopt. Ik had een cursus van een doula. En die kan je echt helemaal bijstaan. Ja, want dat zag er wel mooi uit, wat er dan allemaal gedaan kan worden. En dat is ook volgens mij echt tijdens bevalling om je rustig te houden. Ja, klopt. Ja, die kan je inhuren. Ja, dat heb ik dan niet gedaan, maar ik had wel een cursus bij een doula. En dat vond ik echt wel heel fijn. Ja. En dat vond mijn man ook fijn om dat mee te krijgen. Ja, het was niet... Mannen worden een beetje als dom afgeschilderd tijdens de zwangerschap. Dat is wel, weet je, staat erbij, kijkt ernaar. Kijk, mijn man kijkt dan geen voetbal, maar zit die voetbal te kijken, weet je, dat soort domme dingen. Hij werd er heel erg goed bij betrokken. Ja, ja, ik zeker. Vind het ook raar dat inderdaad een soort van het normale beeld is, dat de man een soort van, je ziet het maar hoe je het doet. Of flauwvallen, of van die domme opmerkingen doe er maar een steekje bij, weet je wel. Ja. Als het gaat over hechting, als je dat ik vind dat zo, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik moest hem even het proces en die denk, oké, ja, en nu snap ik het. Daar gaat het over. Nee, maar mannen worden een steekje erbij of niet? Als je echt
verwachting hebt. Dat ze dan even iets dichter hechten. Even iets dichter hechten. Oh. Ja, nou serieus hoor. Er zijn echt... Dat was een opmerking. Ja, ik zat hem echt... Je was aan het doorpraten en ik dacht... Ik moet dit even processen. Er moet even iets landen, ja. Nee, maar mannen worden wel dom afgeschilderd, vind ik. Ja. Misschien vanuit een beeld komt wat van vroeger is. Maar dat is natuurlijk tegenwoordig wel een stuk... Ja, echt wel aan het veranderen, denk ik ook gewoon. Ja, zeker. En er zijn ook gewoon lesbische stellen die kinderen krijgen... homostellen die kinderen krijgen, die ook een cursus willen volgen of iets. Dus ik merk wel dat daar gelukkig veel in is veranderd. Ja, dat is wel fijn inderdaad, ja. Stelling nummer 3. Er heerst een taboe op psychisch leed na een bevalling. Ja, zeker. Ja, dat heerst er echt heel erg. Iedereen verwacht dat je blij bent. Mm-hmm. En je kan ook blij zijn, maar je kan ook heel diep gaan. Hoe is dat bij jou ten opzichte van de eerste en de tweede? Is daar een heel groot verschil in geweest? Ja, ik heb bij de eerste geen postpartum depressie gehad. Nee, toen was ik gewoon moe van de gebroken nachten. Ja. En een beetje overdonderd van, oh jee, ik heb een baby. Maar nu ben ik wel echt de diepte ingegaan, ja. Maar ervaarde je bij de eerste bevalling of na de eerste bevalling wel een beetje dat gevoel van een roze wolk? Of? Niet helemaal. Mijn dochter heeft een schildklierafwijking. En die is na 6 dagen na de geboorte is die geconstateerd. Dus we zaten eigenlijk meteen bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Okay. Dus ik heb niet heel erg een roze wolk gehad als in de kraamweek was euforisch, maar wel daarna. Ja. Okay. Dus ondanks haar afwijking, dat is gewoon met medicatie, is dat krijgt ze elke dag, is dat goed te doen. Okay. Ik heb daarna wel een fijn gevoel gehad. Ja, zeker. Okay. Okay. Ja. Dus dan merkte je ook wel dat de tweede keer dat het gewoon mis was. Ja, zeker. Ja, waarbij ik de tweede keer dus een hele fijne kraamweek had. En niet met ziekenhuizen en dingen. Ik dacht, dit is het. Ik had echt een fantastische kraamweek. Ja. En de kraamzorg was de deur uit en ik viel in een gat. Gelijk al dan? Echt, ja, meteen. Echt. Ja. Okay. Ja. Hoe moet ik dat dan zien? Is het dan gelijk, je wil niks meer? Of... Nee, je ontkent het eerst heel erg. Okay. Omdat je denkt, het hoort bij de hormonen, je bent net bevallen. Weet je, het wordt door heel veel mensen ook een beetje toegedekt. Hè? Je bent net bevallen, doe rustig aan. Je bent druk, je hebt net weer een baby erbij. Dus ik dacht, ik heb paniekaanvallen, maar nou, dan hoort het er wel bij. Ja. Okay, ik kan niet slapen. Nou, ja, dat hoort er ook natuurlijk wel bij. Ik heb nog adrenaline in mijn lijf. Dus ja, zo ben je een beetje alles aan het toedekken. Mm-hmm. Totdat je denkt, dit gaat echt niet goed. Op welk moment kwam dat voor jou? Ik was naar Toto geweest. Okay, de band. Yeah. De band, ja. Ik had heel erg het gevoel dat ik er even uit moest. Dus ik had een kaartje gekregen van een man. Die zei, je gaat even in je eentje. Oh, okay. Ja, ik ben alleen naar een concert geweest. Nou, dat vond ik wel heel tof trouwens. Maar toen zat ik in de auto terug. En toen dacht ik, ik voel me echt gewoon mentaal niet goed. Ik had daar naar mijn zin gehad. Maar het was alsof ik was alleen en alles overspoelde me. Ik zat echt met trillende handen in de auto naar huis. Joh. Van dat ik weer naar huis moest. Ja. Want daar had je dat niet zo sterk. Nee, ik was daar gewoon aan het genieten. Maar ik dacht, er gaat iets niet helemaal lekker. Dat is wel heel bizar. Het was echt alsof er een heel groot... Ja, echt een zwarte wolk. Geen roze wolk, maar echt een zwart. Ja. Ja. Stelling 4. Psychische nazorg bij een bevalling moet standaard aangeboden worden. Ja, daar ben ik echt heel erg mee eens. Ja, ook al heb je geen postpartum depressie. Dat maakt niet uit. Het is voor iedereen een baby krijgen. En natuurlijk, de ene vrouw rolt makkelijker in het moederschap dan de andere. Daar moeten we ook wel rekening mee houden. Ja, maar die kan dan zeggen van... Joh, ik heb het niet nodig. Ja, het precies. Komt goed. Ja, inderdaad. Ja, komt goed. Maar ja, er was helemaal niemand meer. Weet je, de kraamzorg gaat weg. En heb je dan ook geen aanspreekpunt? Of? Ja, de verloskundige technisch gezien. Maar na 6 weken na je bevalling krijg je daar nog een controle. Dus je hebt een afspraak staan. En dan voel je ergens ook wel een beetje een drempel van... ik bel dan wel of ik zie hun dan wel. Ik kan ook begrijpen. Ik ben nog nooit bevallen, dus ik weet niet hoe dat gaat. Maar ik ben ook nog nooit bevallen. De kraamzorg is geweest en je hebt dan nog die afspraak staan. En daarna heb je het consultatiebureau wel een aantal keer. Ja, klopt. Ja. Maar dat is in principe alleen voor het kind, toch? Bij het consultatiebureau doen ze ook wel wat met ouderschap. Okay. Ik weet niet helemaal hoe en wat, maar... Ze letten er wel ook op. Ze letten er ook op, ja. Ze vragen wel dingen en zo aan je. Ja, zeker. Ja, precies, ja, en als ik er aangeef van mijn postpartum depressie... dan zijn ze heel begaan. Wat jullie trouwens allemaal vonden van deze stellingen... wat de antwoorden daarvan zijn... dat krijgen we dadelijk te horen. Uh-huh. Je zei, je was terug aan het rijden vanaf Toto... en eigenlijk een grote zwarte wolk. Ja, eigenlijk wel. Ja, omdat ik eerst een beetje probeerde toe te dekken... dat ik die paniekaanvallen al had... en last van sombere gedachtes. En je probeert het allemaal een beetje te sussen... en je denkt, ik ga wel weer mee in het leven... Maar ik werd totaal overvallen. Ja. Ja. En je zegt, ik had al last van paniekaanvallen. Ja. Als je dan teruggaat, waar begon dat voor jou? Nou, daar ben ik sowieso niet heel onbekend mee. Dat heb ik eigenlijk al wel heel mijn leven. Nee.
Maar dat was dat ik niet, bijvoorbeeld in Rotterdam niet met de metro naar mijn school durfde. Dat vond ik heel eng. Maar dit was echt paniek wat door je lijf heen dendert. Echt heel erg de angst om de controle over jezelf te verliezen. Ja. Echt letterlijk dat je denkt dat je gek wordt. Ja. Ja, en als ik mijn lotgenoten spreek, dan heeft iedereen dit ervaren. Dus eigenlijk wel echt een lijn daarin te trekken. Zeker. Ja. Ah, okay. Ja. Maar zijn de klachten dan voor iedereen ook een beetje hetzelfde? Of is dat ook wel weer per persoon verschillend? Het is per persoon wel verschillend hoe de ernst van de klachten. Okay. Maar er zijn gewoon een paar basisklachten waar iedereen met de postpartum depressie wel last van heeft. In mindere of meer kan je die opnoemen? Intrusies. Okay. Dus dat zijn echt angstige gedachten, beelden. Dat je echt dingen voor je ziet. Bijvoorbeeld dat je de baby laat vallen. Of dat jij je baby wat aandoet. Suïcidale gedachtes horen ook wel vaak bij een postpartum depressie. Omdat het ook zo overweldigend is, de paniek. Dat je denkt, nou, dit hoeft van mij niet meer. Okay. Paniekaanvallen. Bij heel veel mensen ook slapeloosheid. Okay. Depressief gevoel. Maar slapeloosheid kan je natuurlijk zeggen van, als je dat hebt, je hebt een kind. Dus ja, dan, klopt. Dat is wel een moeilijke, denk ik. Dat is zeker een moeilijke, ja. Maar je hebt ook je slaap nodig om je weer goed te voelen. Ja. Ja, en wij deden zo dat ik deed geen nachtvoedingen. Mm-hmm. Die deed mijn man. Dus ja, okay. Ik sliep wel. Maar ja, ik lag met paniek in mijn bed voordat ik in slaap viel. En ik had heel erg nachtmerries. Ja, dan rust je ook totaal niet uit. Nee, natuurlijk. Je rust niet uit. Maar ja, als je denkt, ja, ik heb geen slapeloosheid. Want ik slaap in principe. Maar ja, je rust niet. Nee precies. Dus je wordt altijd moe wakker. Ja, heel erg moe. Ja. Paniekaanvallen die je dan vroeger had, dat was een metro. Weet je een beetje waar dat vandaan kwam? Ja, dat is ook wel een beetje de angst om geen controle te hebben. Okay. Dus daar heb je sowieso vaststaat in een tunnel of zo, weet je wel. Dat was voor mij echt, dat vond ik echt verschrikkelijk. En dus daar heb ik altijd al wel last van gehad. Dus ik vind het heel fijn om zelf auto te rijden en ik rijd motor. Dus ik heb zelf dan de controle. Dat vind ik heel erg prettig. Ja. Maar dat is wel echt iets heel anders dan... Ja, want dacht je in het begin misschien ook van, oké, ik heb paniekaanvallen. Heeft dat daarmee te maken? Of had je wel gelijk zoiets van, dit is wel echt iets anders? Nee, het was meteen anders. Okay. Ja, het voelde ook heel anders. Zo'n paniekaanval nu in mijn postpartum depressie voelt ook echt niet hetzelfde als... Nee. Kan je dat omschrijven, wat dan daar precies het verschil in is? Ja, bij een normale paniekaanval. Ja. Was ik altijd bang. Was ik gewoon altijd bang dat ik niet uit een ruimte kon komen. Misschien een beetje een soort claustrofobisch gevoel. Okay, Ik vond de bios ook altijd heel eng. Omdat ik dacht, als ik ziek word, dat was mijn grootste angst om over te geven. Dan kan ik niet weg. Een paniekaanval nu in mijn postpartum depressie is echt letterlijk dat het... ik heb zelf helemaal tintelende handen, voeten, warmte over mijn rug heen. Echt het gevoel dat ik machteloos ben. Dus niet van, ik wil de deur uit, maar echt gewoon, ik wil... Dit leven nu niet. Wat had dit voor een effect dan op de verzorging van je kinderen? Nou, daar heb ik dus een hele goede band mee met mijn zoontje ook. Okay. Want bij een postpartum depressie denken heel veel mensen... ik weet niet of jullie De Gelukkige Huisvrouw hebben gelezen van Helene van Rooyen. Gezien volgens mij de film. Ja, kan ook. Ja, dat zij had dat ook. Dus dat je je kind niet wil. Nee, precies. Maar dat heb ik geen seconde gevoeld. Ik hou echt ontzettend veel van mijn zoontje. Ja. Al van het moment dat hij bij me lag... Maar ik was gewoon bang. Bang eigenlijk voor mezelf meer. Ja, dat je echt niet in staat was om de zorg... Ja, zeker. Ja, nou, dan moet ik ook zeggen dat ik ook wel echt weken mijn schoonmoeder in huis heb gehad. Oh, okay. Ja. Die was vorige week ook nog. Ja. Gewoon om ons te helpen. Ja, dat is wel prettig dat het kan. Ja, want je moet wel echt op je netwerk terug kunnen vallen. Mm-hmm. Dus je moet ook wel een netwerk hebben eigenlijk. Ja, dat lijkt me wel lastig als je geen netwerk hebt en dat dan daarin zit. Dan is het helemaal... Ja, dat zeker weten. Ja, mijn schoonmoeder die woont in Groningen. Dus reist dan 3,5 uur met de trein. Zo. Om ons te ondersteunen. En dan, dat is wel echt een heel fijn vervanging. Yeah. Ja, zeker weten. Zo. Ja, echt heel erg fijn. En mijn dochter die woont ook bij de vader. Okay. Nou, niet volledig, want ze is natuurlijk ook bij ons. Maar we hebben co-ouderschap. Dus op het moment dat hij dan haar even extra kon hebben, om het zo maar te zeggen, werd ik weer ontlast. Maar hoe merk je het in het dagelijks leven dat jij hier last van hebt? Hoe ziet een dag bijvoorbeeld voor jou eruit? Oh ja, nou, de laatste tijd probeer ik echt weinig te doen. Okay. Want in een depressie is je werkgeheugen gewoon minder. Dus echt een hele dag de deur uit en hoort op, dat lukt gewoon niet. Dus ik moet echt van alles bijna bijkomen. Mm-hmm. Mijn zoontje gaat naar de opvang, dan probeer ik in ieder geval wel te sporten. Als hij daar is, foto's te editen, echt tijd voor mezelf te nemen, lezen, wandelen, rust. Ja, vooral rust. Vooral rust, ja.
Ja. Dat is het. Je hebt nogal een turbulent jaar achter de rug. Ja, klopt. Je vertelde mij dat je man ziek is. Ja, klopt. Ja. Die heeft een hersentumor. Ja. Ja. Is dat ook een soort van bijna recept voor dit? Dat je zoveel... Ja, bijna wel. Hij heeft dan een hersentumor. We hebben vorig jaar chemo's gehad en hij is geopereerd. We hadden sowieso samen al een sterke kinderwens. Kleine disclaimer, hij is al bijna 11 jaar ziek. Okay. Dus hij heeft het al heel erg lang, maar hij is op en af dan een paar keer geopereerd. En toen we samen kwamen op onze eerste date, kreeg hij een epileptische aanval. Oh, serieus? En okay. Eigenlijk vanaf moment 1 in een soort van zorgen. Ja, zorgen ook wel om hem natuurlijk, ja. Maar ook in een soort snel... verstroming. Oh, dan gaat alles veel sneller. Stroomversnelling, ja. Lastig, ja. Ja, alles gaat veel sneller. Want we zaten meteen met operatie chemo's. Ik ben naar Groningen verhuisd om bij hem te kunnen wonen. Ik kom uit Rotterdam. Dus dat is allemaal best wel hectisch gegaan. Kom je niet uit Groningen? Nee, ik kom nu uit Berkel. Nu kom je wel... Okay. We wonen nu in Berkel. Je zijn in Berkel gaan wonen? We zijn verhuisd, ja. Vanwege zijn ziekte hebben wij een IVF... traject moeten volgen. Okay. Ja, ja. En eigenlijk mensen met een IVF-traject, daarvan is ook bekend dat die sneller postpartum depressie krijgen. Wow. En dat wist ik niet. Dat hadden we anders wel mogen vertellen. Vanwege de hormonen. Oh. Okay. Ja, omdat je zoveel kunstmatige hormonen toegediend krijgt, waar je lichaam eigenlijk helemaal niet aan is gewend. En al helemaal niet in zulke grote hoeveelheden. Klinkt wel logisch. Ja, maar nooit over nagedacht. Nee, ik heb ook nooit over nagedacht. Een postpartum depressie is eigenlijk altijd biologisch. Ja. Dus heeft met hormonen te maken. Alleen er zit wel altijd iets onder. Leed, trauma. Dus wat dat je zegt, het dan extra aanwakkert? Ja, zeker. Okay. Ja, ik weet nog wel dat wij in de kraamweek... dat mijn man tegen me zei van... nu hebben we een baby. Hmm. Nu is die er echt. Hmm. En wat nou als ik er niet meer ben? Nou, en dat hij dat tegen me zei. Nou, ik heb de hele avond liggen huilen daardoor. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, begrepen. Ja. Het is ook wel een moeilijk besef, denk ik. Als, zeker ja, maar als voor hem was dat ook ineens heel kwetsbaar. Ja, dat begrijp ik. Ja. Eigenlijk heb jij... een soort van cocktail gekregen en gecreëerd ook. Ja. Gecreëerd? Hoezo? Ja, nee, omdat we ook zijn verhuisd. Dus we hadden en chemo in en dezelfde ICSI periode en een verhuizing. Ja, oké. Okay. Dat is wel heel heftig. Ja, het was echt heel heftig. Ja. Want hoe lang geleden is het nu dat je bevallen bent? Juni, 5 maanden. Morgen is het nu 5 maanden. Oké. Dus hoe lang staat er voor zoiets? Is dat voor een postpartum depressie? Is dat... Ja, er is geen tijd. Daar is geen tijd voor? Nee, daar is echt geen tijd voor. Okay. Nee, want een postpartum depressie kan zich ook ontwikkelen in het eerste jaar na je bevalling. Dus ik had er best wel snel last van. Ja. Mensen die ik spreek ook. Maar er zijn ook mensen die, een vriendin van mij toevallig... 8 maanden na haar bevalling, dat het echt omhoog kwam. 8 maanden, dus... Zie dan nog maar de link te leggen ook met dit. Ja, zeker. Zie nog maar een link te leggen. Ja. Dus er staat geen tijd voor. Nee. Helaas. Zou ik wel graag willen weten. Dan kan ik je daarover invullen zoals ik dat deed. Oh. Ja. Okay, dus je bent naar Groningen eerst verhuisd. En toen ben je weer hier naar Berkel. Ja, is dat, klopt. Was daar een reden voor? Of? Ja, mijn dochter, haar school zit in Rotterdam. Dus als ze dan in Groningen was, ik kon haar nooit naar school brengen. En we waren in de weekenden dan, was ze lange weekenden bij ons. Was ik alleen maar auto aan het rijden. Dus het is meer een praktische overweging dat je dat zeker. Bent en gaan ik doen. Kom zelf gewoon uit de omgeving. Ja. Dus ik miste mijn thuis. Voorstellen. Groningen is echt emigreren hoor. Ja? Ja, zeker. Ja, als je over Rotterdammer in Groningen terechtkomt, kan je vertellen. Dat is echt. Dat is wel echt een cultuurshock. Ja, zeker. Ja, voor hun ook hoor. Ja? Ja, om mijn werk toen in Groningen, dat was echt. Wat dan? Hoezo? Nou ja, bij mensen uit de omgeving hier, we zijn best wel direct. Oh ja. Ja, we kunnen wel zeggen, ik vind dit leuk, ik vind dit niet leuk. Mm. En dat doen mensen in Groningen niet zo heel erg. Die draaien eromheen dan of zo? Ja, ze zeggen het helemaal niet. Oh, ze denken het wel en ze zeggen het heel later tegen je. Dat had ik tenminste daar op mijn werk. Ja, precies. Dus ik snap het wel. Lijkt me lastig wel. Dat lijkt me heel lastig. Zo, ja. Omdat ik dan meteen zeg, ik vind dit en dat, dat moet anders. En dan zijn zij heel erg van geschokt. Andersom krijg je iets heel laat misschien pas te horen. Dat je denkt, het had eerder gezegd. je zegt werk. Werk je op dit moment ook? Nee, ik zit nu in de ziektewet. Je zit nu in de ziektewet. Ja. Wat voor werk doe je? Bewindvoerder. Bewindvoerder? Ja, bewindvoerder en daarnaast boudoirfotograaf. Interessant. Dus je bent creatief bezig en je bent ook mensen aan het helpen eigenlijk. Mensen aan het helpen, ja, zeker, ja. Om bewindvoering, dan neem ik aan dat je mensen financieel... eigenlijk die in schulden zitten of schulden, maar ook mensen die helemaal geen schulden hebben, mensen met niet aangeboren hersenletsel, dus die dan heel veel geld krijgen van bijvoorbeeld een ongeluk, maar ook mensen die het gewoon echt nodig hebben, gehandicapten, mensen die blind zijn kunnen ook niet echt vaak niet hun eigen financiën doen. Het is een hele brede doelgroep, maar ook mensen met schulden. En dan doe jij eigenlijk mensen hun al hun financiële belangen. Dat is echt dat is van wat er op je pinpas staat. Yeah.
tot je huur, alle dingen bijvoorbeeld met toeslagen, ook met alles wat in het nieuws geweest is met de toeslagenaffaire. Ja, oké. Ben je nog naar werk toe gegaan? Nee, was al gelijk dan. Daar had ik wel een mooi gesprek over met de bedrijfsarts. Die zei, ja, de emotionele druk nu. Van alles van mijn cliënten, dat ja, ik neem het niet echt mee naar huis, maar het is best wel zwaar. Maar ik moet eerst maar mezelf even staande te zien houden. Ja. En dan komt daarna dat erbij. Ja. Maar merkte je dat ze het vrij serieus ook namen gelijk? Want dat is natuurlijk ook nog wel. Op mijn werk? Ja, zeker. Dus daar voel je wel gesteund in en dat is wel goed. Ja, vooral met de bedrijfsarts. Ja, ja, ik was echt bang dat toen ik de arts zou spreken, dat ik dacht, oh, ik heb een man. En die gaat niet begrijpen wat ik heb. Nou, ik heb een vrouw en ze snapt precies wat ik heb. Dus dat is heel erg fijn. Ja, precies. Want dat kan natuurlijk best wel moeilijk zijn, denk ik, ook met zoiets. Omdat mensen moeten het ook serieus nemen. En als het op je werk al zeggen van, Nou, wat ik wel merk, is dat mensen die bijvoorbeeld op mijn social media kijken, dat ze dan een eigen beeld maken van wat ik heb. Omdat ik juist nog wel, ik haal heel veel energie uit mijn fotografie en creatief bezig zijn. Ik vind dat heerlijk. Ik vind het echt fantastisch om onder een dekentje op de bank foto's te gaan zitten editen. Mm-hmm. Maar ik vind het heel erg moeilijk om naar de Albert Heijn te gaan. Ik word helemaal gek van alle prikkels. Ik heb heel veel last van prikkelverwerking, zeg maar. Ja. Maar ja, als ik dan met mijn dochter naar de speeltuin ben om iets leuk te doen, dan zijn er toch wel mensen geweest die zeiden, ja, Madeleine kan niet werken, maar ze doet wel wat leuks. Ja, precies. Snap je? Mensen snappen dat sowieso niet zo goed, hè? Nee, zeker niet. En ik heb een groot Instagram-account. En daar schrijf ik over auto's en motoren. Dat is echt mijn hobby. Ja. Die heb ik op dit moment even gedeactiveerd. Ik voelde daar best wel veel druk van. Snap ik wel. Je ziet allemaal mensen allemaal leuke dingen doen en events. En ik zit bij de crisisdienst. Ook leuk, ja. Nou, dat lijkt me wel lastig inderdaad. Want ergens kan je sommige dingen wel. En dan kan je jezelf ook soms misschien denken, dat heb ik wel eens gehad, dat ik dacht van ja, dit lukt me dan wel. Maar dan lukt dat me niet. Waarom? Ja, zeker. Ook echt soort van boos om mezelf, ja, hoor. Ja, precies. Zeker weten. En ik ben altijd heel bezig mens geweest. Dan ging ik werken, sporten, hobby's, gezin, vriendinnen, motorrijden. Best wel sociaal. En nu, ik leer een hele andere kant van mezelf kennen. Die niet tegen prikkels kan en boodschappen verschrikkelijk vindt. Een gesprek met meerdere mensen. Ik was op een verjaardag van mijn vader. Nou, dat had ik echt niet moeten doen. Ik ben daarna helemaal onderuit gegaan. Gewoon zoveel dingen om je heen ineens. Je leert echt andere dingen kennen. Ik ben zelf natuurlijk autistisch. Om het energie voor een één ding te hebben en van een ander ding echt totaal niet. Nee, maar dat was voor mij wel echt wennen. Maar dat is ook wel, ik zie ook wel online, dat wordt dan ook heel vaak uitgelegd, dat wanneer je je leven deelt, een soort van op social media, krijg je natuurlijk altijd te maken met meningen. Maar ja, waarom kan je inderdaad niet gewoon boodschappen gaan doen? Of heb je hulp in de huishouding nodig? Maar kan je wel, weet je wel, 3 uur lang met je fotografie bezig zijn? Ja, het is een heel andere soort activiteit. Ja, maar mensen snappen dat echt niet. Nee. En dat zijn dan mensen die dit zelf niet hebben gehad. Dus bijvoorbeeld geen autisme hebben of geen paniekaanvallen of geen depressie. Ja. En dan, dat is makkelijk invullen, hè, voor een ander. Houdt het je een beetje tegen om bepaalde dingen te delen? Het heeft me zeker wel tegengehouden, ja. Vooral omdat ik echt mijn fotografie zo erg heb ontdekt. Ja. En ik word daar zo gelukkig van dat ik echt s'avonds in bed lag en tegen mijn man zei van, ja, ik weet het niet. Moet ik dan nu wel daar wel dingen in gaan doen? Moet ik het wel delen? Maar ik heb besloten me daar niet meer tegen te laten houden. Want het is niet mijn taak om heel de wereld te overtuigen van mijn depressie. Nee, zeker niet. De mensen om me heen weten het. En ook gewoon heel vermoeiend om dat te doen. Toch? Ja, dat is super vermoeiend. Maar dat dacht ik eerst wel. Ik moet aan iedereen een soort van bewijzen dat ik depressief ben. Ja, dat hoef ik helemaal niet. En dat iemand er geen begrip voor heeft, dan moet je vooral niet om mijn social media gaan kijken. Heb je het idee dat het golvende beweging is? Ja, golvend. Okay. Ja, het zijn echt hele goede weken geweest. Ik heb zelfs nog een hele dag motor gereden, een paar weken geleden. Okay. Nou, toen voelde ik me echt on top of the world. Moest er 3 dagen van bij komen, maar dat maakt niet uit. Ik heb echt leuke dingen gedaan. Ja. Maar er zijn ook hele slechte dagen geweest. Vorige week hing ik weer aan de lijn met de crisisdienst, omdat ik het echt niet meer zag zitten. Neem ons eens mee dan naar vorige week. Wat gebeurt er dan? Dan komen echt de suïcidale gedachtes. Okay. Ja, dan is het echt uitzichtloos. Jo. Dat is het vooral. Ja. Ja. En dan word ik wakker met paniek. Ik besta uit paniek. Ik heb alleen maar intrusies. Dus echt hele verschrikkelijke beelden heel de dag in mijn hoofd. En ik krijg het niet meer. Ik krijg mezelf niet meer gekalmeerd. En dan ben je op. En trek je dan een alarmbellen? Ja, zeker. Ja, ik trek snel aan de bel. Ja. Oké, dat is wel goed. Ja, dus dan is het meteen. Mijn man werkt thuis. Mijn schoonmoeder komt overgevlogen, soort van. Ik bel de crisisdienst. Ik bel met hun. In principe is het bij mij nu afgesloten. Oké. Okay.
Maar ik kan ze altijd bellen. Maar waarom is het afgesloten? Want uiteindelijk ben je er niet uit nog, toch? Nee, maar de crisisdienst sluit af omdat er geen crisis meer is. Dus het begin van de depressie, ja, daar zijn we nu aan voorbij. Want ik ben er 5 minuten in. Vijf maanden in. Ja, dan ze sluiten dat gewoon af. Maar ja. Heb je dan nog wel behandeling ergens anders? Ja, ik heb zelf wel therapie. Ja, okay. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik eigenlijk al bij een psycholoog liep. Vanwege mijn nachtmerries. Maar ja, mensen die ik ken, die staan nu nog maanden op de wachtlijst. Dus ik kon eigenlijk meteen door. Ik kon bellen en zeggen hoi. Dat is wel fijn, ja. Maar merk je dat die golfbewegingen al iets langer beginnen te rekken? Of is dat nog Ik merk niet echt dat ik sneller opkrabbel. Toch wel? Ja, okay. Dat wel. Dus er zit een klein beetje... Er zit een stijgende lijn in. Alleen iemand die ik sprak die het ook heeft gehad... ze zei dat het een rollercoaster is... waarbij je zelf alleen maar denkt dat je op en down gaat. Mm. Maar als je uitzoomt... zie je eigenlijk wel dat er verbetering in zit. Ja. Wat zou je mensen meegeven die dit zien en denken van... Is er iets wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld? Dat je denkt van dat heb ik misschien net niet handig gedaan... waardoor dit misschien eerder opspeelt? Mensen die zelf een kind krijgen of mensen om je heen? Ja, en de bang hier misschien voor zijn. Geef vooral aan dat je er bang voor bent. Okay. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja, laat je hulpverleners en zorgverleners om je heen weten dat je daar bang voor bent. Want dan kan het juiste gebeuren. Ik ben zelf echt bij de afspraak bij de verloskundige ben ik echt onderuit gegaan. Want ik trok het gewoon niet meer. En toen is alles gestart. De crisisdienst... IHT heb ik gehad. Dat is nu ook gestopt. Dat zijn mensen die thuiskomen bij je. Dat had ik 4 dagen in de week. Ja, en als je niet aan de bel trekt of je bent niet open over wat je voelt... dan kan ook de juiste hulp niet komen. Nee. En je zegt onderuit gegaan. Wat bedoel je daar dan precies mee? Nou, als iemand vroeg hoe het ging, dan kon ik alleen maar huilen. Alleen maar. Continu. Ik kon echt niet meer stoppen. Ja. Nee, en met de baby ging het heel erg goed en gaat het heel erg goed. Maar met mij niet. En wat zat er dan in je hoofd dat je moest huilen? Was het van, het gaat niet lekker met mij? Het gaat niet meer. Alleen maar paniek. Alleen maar doemgedachtes, angst, uitzichtloos gevoel. Ik wist al gewoon dat er een postpartum depressie boven me... Dat was een soort zwaard van Damocles. Ja. Die afspraak, ja. En de gedachtes die je dan hebt, wat zou je dat willen zeggen? Wat is het dan? Nou, het is eigenlijk dat je in heel veel dingen heel veel gevaar ziet. En dat heb ik wel vaker gehoord bij meer lotgenootjes ook. Dus een nachtlampje. Dat je denkt, oh, straks sla ik daarmee op mijn baby. Terwijl je weet dat je dat niet vanuit jezelf doet. Ja. Maar daar ben je dan heel erg bang voor. Of messen. Ik vond mijn messenblok verschrikkelijk eng. Echt doodeng. Ik heb zelfs mensen met een postpartum depressie... die hun messen uit huis hebben gehaald. Ergens anders. Gewoon omdat je bang bent van straks heb ik niet door dat ik iets doe. Of dat straks gebeurt er iets heel erg... en ben ik de controle over mezelf kwijt. Ben je dan bang dat je verward raakt? Ja. Psychotisch bijna of zo. Dat je dat dan gebeurt. Ja, dat, zeker. Daar, ja. Oké. Maar is het dan ook het gevoel dat je dus eigenlijk... Nou, eigenlijk heb je dat al een beetje beantwoord... maar dat je echt gek wordt. Dus dat je, en dat dat ook niet meer zelf kan tegenhouden. Ja, precies. Of dat je niet weet dat je het hebt gedaan. Maar is er ook echt iets gebeurd waardoor je dat gevoel... Nee. Dat helemaal nee, dus niet. Helemaal niet. Nee, je wordt gewoon uitzonderlijk bang voor alles. Ja. Nee, er is helemaal niks gebeurd. Nee, en bij iedereen met de postpartum depressie die ik spreek... is er ook nooit wat gebeurd. Ja. Maar er zijn mensen die ook zelfs hun badjas niet meer aandurfden te doen... want straks doe ik iets met het koord. Dus je bent eigenlijk een soort worst case scenario dingen aan het bedenken. Ja, ik moet zeggen dat ik dus dit herken... In een andere vorm, dat ik dus als ik auto rijd, bang ben dat ik ineens tegen de muur rijd. Dat ik ineens de stuur omgooi. Maar dat is een intrusie, gewoon. Nou dan kan ik me wel op zich in vinden, want dat heb ik dus met autorijden. Ja, maar dat gevoel... En dan schrik je ook van het gedachte. Tuurlijk, dat schrikt onwijs van jezelf. En die schrikreactie, maar dan 24-7. Dat is... Een laag van een postpartum depressie. Ja, en dat is dodelijk vermoeiend. Ja, dat heb ik dus gehad in mijn angstperiodes. Ja, nou, dan weet je dus hoe het voelt. Dus ik snap hoe dat voelt inderdaad. En dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk om uit te komen. Ja, want het is een continue cirkel waar je heel de tijd maar in blijft gaan. En je kan het wel tegen jezelf zeggen van... ja, maar dat is nu op dit moment niet gaande. Maar dan is er altijd een stem die zegt van... ja, maar misschien heb ik het mis. Ja, precies. Toch? En dat stemmetje, dat is echt vreselijk. Ja. En ik had er nog nooit eerder last van gehad. Niet ook bij je angstgedachten in de metro bijvoorbeeld en zo? Nee, want er was ik altijd bang dat ik zelf ziek zou worden. Ah ja, precies. Dus dat is iets anders, ja. Wat echt nergens op was gebaseerd, maar daar was ik gewoon altijd bang voor. Ik vind het wel fijn dat je er zo open over durft te praten. Want nu dit is heel, het is dus voor mij heel inzichtelijk. Ik begrijp het nu gelijk. Ik begrijp helemaal hoe het... Tenminste, ik heb het idee dat ik begrijp hoe het werkt. Gewoon het gevoel van controle kwijtraken. Ja. En alles wat erbij kon kijken. Want als je...
ergens controle over kwijtraakt, dan kan je kwijtraken over van alles. Nou ja, dat is het inderdaad, dat gevoel. En als je een baby krijgt, nou, die verantwoordelijkheid die je voelt, die is zo groot. Ja. Dat is echt bizar. Dat was ik even vergeten. Dat hoort er ook bij. En juist die intuïties komen vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Dus het is niet dat jij zelf kwade gedachten hebt over je baby of over jezelf of over mensen om je heen. Dat kan ook. Het komt voort uit bescherming, verantwoordelijkheid, uit juist dat gevaar in dingen zien waar je normaal nooit in zou zien. Ja. Omdat je een kwetsbaarheid erbij hebt. Ja, ergens denk ik ook wel dat je, als je er op je nuchtere Rotterdamse blik naar zou kijken, zou je denken van ja, ik zal nooit een mes ineens uit de blok halen en er iets mee doen. Nee, maar je depressie die zegt wat anders. Die zegt het wat anders. Ja. Dus als je, het is heel moeilijk om dat te scheiden ook van elkaar. Ja, dat is niet te doen. Nee. En dat is al echt een kenmerk van een postpartum depressie. Want dat heeft iedereen gehad die ik spreek die dit heeft. Ja. Ja, wel bizar trouwens dat dat dan toch met bepaald soort stoffen vaak werkt. Dus met hormonen. Ja. Dat de een daar dan last van kan krijgen en de ander niet. Ja. Dat is het gewoon. Merk jij bijvoorbeeld de mensen waar je mee over praat die dan hetzelfde ervaren, dat ook er altijd wel iets onder ligt? Dus dat er altijd wel iets speelt bij diegene? Of hoeft dat niet per se? Kan het ook uit het niets komen? Kan ook zeker uit het niets komen. Oké, toch wel. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, wij hadden gewoon een heel druk jaar. Ja. Waarin ik dacht, ik kan ook wel even verhuizen. We kunnen ook wel even chemo doen tijdens mijn zwangerschap. Ja. Dat lukt allemaal wel. Er zijn ook mensen met hele stabiele woongezinssituaties die dit ook krijgen. Ja, en ook niet eens per se bij en de eerste, maar ook bij de tweede of misschien wel bij het derde kind of vierde of hoeveel je er ook wil. Ja, precies. Het is misschien ook wel in die zin voor iemand, stom woord wat ik nu ga zeggen, fijner om het in de tweede keer te hebben. Want dan zie je het verschil heel erg duidelijk misschien met de eerste keer. Dat is en fijn en confronterend. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, want ik vind het ook fijn dat ik het de eerste keer niet heb gehad. Dus dat ik echt weet dat dit een ziektebeeld is. Mm. Dat is het gewoon. Mm-hmm. Maar ik vind het ook kut. Ja. Begrijp ik want goed. Ik had zo graag nu willen genieten. Ja, ik had echt wel, weet je, en vooral, daar is mijn schoonmoeder dan erg verdrietig om voor ons. We hebben al een zwaar jaar gehad. Ja. Ja. En het geluk wordt ons een beetje, het staat ons een beetje ergens in de weg of zo. Ja. Daarover gesproken, een zwaar jaar gehad. Ik kan me voorstellen dat mensen die hier naar luisteren dan wel willen weten, hoe gaat het dan nu met je man op dit heel moment? Goed, gaat echt supergoed met hem. Hij vindt wel zwaar wat er nu met mij aan de hand is. Dat trekt wel een wissel op jezelf en op je relatie. Ja. Maar nee, die heeft nu een nieuwe baan en dat gaat hartstikke goed. Dus dat is echt heel fijn. Hij heeft alleen nog maar controles elk half jaar. Okay. Ja, dus, dat is fijn. Hij is van het UMCG in Groningen over naar het Erasmus MC in Rotterdam. Nee, met hem gaat het echt goed. Fijn. Dat is wel fijn om te horen in ieder geval. Ja, dat vind ik ook heel fijn. Ja. Natuurlijk zijn de stellingen van het begin ook door jullie beantwoord. En wij gaan even, of tenminste Guylaine gaat even voorlezen. Nou, wat eigenlijk de meningen van de andere mensen waren. Nou ja, er stemmen gemiddeld 3000 mensen. Dus dat kun je een beetje een beeld maken. Voornamelijk vrouwen wel. Ja. Maar is dit onderwerp misschien ook wel logisch. Ik merkte wel dat er wat minder stemmen binnenkwamen. Ik denk dat omdat er heel veel mensen misschien ook tussen zitten die zelf daar geen mening geen of zo mening. Of iets kunnen overvormen, omdat ze nog niet bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben of willen. Precies. Dus Stelling 1. Het starten van een gezin wordt overgeromantiseerd. Daar was 74% het mee eens en 15% mee oneens. 11% had geen mening. Dus er waren heel veel mensen die dachten van toch het is echt wel wat minder leuk dan mensen zegt. Ja, maar dat vind ik wel bijzonder eigenlijk ergens. Ja. Want ik had altijd het idee dat mensen toch wel ook dat romantische beeld toch wel hadden of zo. Ja. Stelling 2. Er moet betere voorlichting komen vanuit de zorg over bevallen en eventuele risico's. Er was 70% het mee eens, 16 oneens en 14 geldt geen mening hierover. Stelling 3. Er heerst een taboe op psychisch leed aan de bevalling. Daar was zelfs 84% het mee eens. Oké, zo. 9% is mee oneens en 7 had geen mening. Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is. Dat we eigenlijk wat opener moeten zijn naar elkaar. Ja, ja dat blijft eigenlijk bij alle onderwerpen die we wel bespreken. Het is gewoon fijn als mensen erover praten. Dus het is ook heel fijn dat jij dat wilde doen. Het is een onderwerp wat wij zelf ook niet zo snel misschien aan gedacht hadden. Totdat je zelf ons berichtte. Want ja, als je er niet mee bezig bent. Dan bestaat het ook niet voor je. Nee. En nu is het wel fijn, stel wij zouden uiteindelijk een keer een kind, dan hebben wij er wel wat meer dat je denkt, oké, misschien kunnen we beter dat. Of misschien misschien de mensen die dit luisteren ook denken van ik heb wel een kinderwens, maar ook
weet ik, van bijvoorbeeld een kwetsbaarheid die ik heb. Ja, ja, geef het gewoon aan. Ja. Heb je nog een tip bijvoorbeeld of zo? Zeg je van, nou, dat is wel ongeveer, hebben we nu wel alles daarin gezegd? Ja, juist voor mensen die misschien geen kinderen hebben, maar veroordeel andere moeders niet. We doen allemaal maar ons best. We doen ook allemaal maar wat. Maar nee, geen oordeel naar moeders die het moeilijker hebben. Want, welk vooroordeel van PPD vind je het moeilijkst? Ja, dat iedereen wel zegt dat het ouderschap zwaar is. Oh, dat... Dus dat je niet... Niet een uitzondering bij een baby hebben is zwaar. Nou, mijn baby slaapt meer dan ik. Dus hij is hartstikke lief en super makkelijk. Dus het ligt niet aan hem. Het heeft ook niks met hem te maken, in mijn geval. Hè. Dus voor sommigen wel met een kind. Dus het wordt een beetje gebagitaliseerd of zo. Ja, dus dat moet je vooral niet zeggen. Van iedereen want zwaar. Iedereen heeft het moeilijk. Ja, dat is in alle gevallen ook. Hè. Dat wordt, het is makkelijk om te zeggen. Ja, zelfs met een depressie. Ga leuke dingen doen. Ja, als ik het zou kunnen. Ja, vitamine C slikken, toch? Ja, precies. Wat? Vitamine C slikken. Oh ja, dat is een hele goeie. Ja. Dan heb je stelling 4. Psychische nazorg bij een bevalling moet standaard aangeboden worden. Er was 79% mee eens, 14 oneens en 7 had geen mening. Dat is wel interessant. Dus de laatste twee stellingen zijn wel de meeste... Ja, dat zijn de meeste mensen dan toch mee eens. Ja, je valt ook in een soort van gat, wat ik van jou begrijp, na de kraamzorg. Ja, zeker. Ja. Zo van, nu ben je op jezelf aangewezen. Ja, je bent ook op jezelf aangewezen. Ja, kennis van de lotgenotengroep die we hebben, dat is wel echt heel erg fijn. Die is maar gewoon naar de huisartsenpost gegaan 's nachts. Die dacht, ik word helemaal gek. Ik weet niet wat er aan de hand is. En je komt altijd wel in het juiste traject. Want er zijn gewoon trajecten hiervoor. Ik bedoel, er zijn zoveel vrouwen die dit krijgen. Ja. Maar je moet wel een stap gaan zetten naar hulp. Want het is 10% die dan echt zoiets als PTSS of PPD. PPD, maar uiteindelijk is het een veel groter... Ik geloof dat het veel meer is, Ook gewoon sommige gevoelens überhaupt. Ik denk dat dat best wel... je er best wel vatbaar voor bent als je zo op jezelf aangewezen bent. Ja, zeker. En je hebt ook zoiets als kraamtranen. Dat krijg je in je kraamweek door de hormonen. Nou, dan heb ik ook zitten huilen omdat mijn kat heel erg pluizig is. Oh. Maar ja, dan heb ik ook heel erg zitten huilen omdat Rico heet hij, wat hij dan zei. Weet je, ze zeggen, het hoort er wel een beetje bij. Mm. Somber zijn. Maar ja, weet je, als jij intrusies hebt, dat hoort er niet bij. Nee. Dus neem dat ook gewoon serieus. Ja. Ja, en daar is die betere voorlichting wel fijn voor. Dat je gewoon weet, dit hoort er een beetje bij. En hier moet je eigenlijk aan de bel trekken als je dit ervaart. Ja, en de openheid daarin is denk ik ook gewoon heel goed. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En ik ben een makkelijke prater. Ja. Mm. Dus ik voel daar geen grens, zeg maar. Ik heb daar geen drempel, bedoel ik. Ik geen voel daar schaamte geen drempel. Ook, nee, ook geen schaamte. Nee, dit is wat het is. Ja. Zo voel ik me. En ik heb gelukkig ook mensen in mijn omgeving die zelf ook te maken hebben gehad met mentale problemen. Wat ik zei, mijn zus heeft 2 keer dit gehad. Ja. Dus ik had meteen iemand om mee te kunnen praten. Ja. Maar als jij niemand in je omgeving hebt, dan snap ik dat een hulpvraag heel lastig kan zijn. Ja. Over vragen gesproken. We hebben natuurlijk een gek van mezelf mentale gezondheidsspel. En aangezien jij toch zo open bent, nou kunnen we jou ook wel wat vragen zeker, gaan stellen, hoor, denk ik. Dus we gaan het spel even spelen. Ja. Mensen die nieuw zijn, we hebben een mentale gezondheidsspel op de markt gebracht. Het gek van mezelf, mentale gezondheidsspel. 100 vragen om het gesprek te starten. Want praten helpt. Ja. Dat is ook de reden waarom we deze podcast zijn begonnen. Dus laten we allemaal gewoon een kaartje voor elkaar... Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ik trek wel voor Madeleine. Yes. Hoe zie jij je ideale liefdesrelatie voor je? Welke eigenschappen heeft deze persoon? Die heb ik al. Ja, heel zoet, maar die heb ik al. Hij staat altijd voor me klaar, open. Ik vind het heel belangrijk om lekker gek met elkaar te kunnen doen. Ja. Dat is echt het belangrijkste. Ja. Lekker een beetje humor. Humor, maar ook gewoon kinderlijk zijn, weet je wel. Ja, we hebben echt debiele verhalen over onze Noorse boskat. Het slaat helemaal nergens op, maar ik geniet er echt van. En hij laat me echt mezelf zijn. Ja. Dus met mijn fotografie echt, hij geeft me alle ruimte. Vinden wij ook, hè? Ja, vinden wij ook. Ja. Staan wij precies hetzelfde. Freke heeft ook hele avonturen. Ja, oh, heerlijk. Ook hou daar echt van. Fantasie, dat is ook, vind ik altijd zo jammer dat als je ouder wordt, dat het dan lijkt alsof je serieuzer moet zijn of zo. Ja, terwijl ik denk van super saai. Ja, is echt heel saai. Ik vind dat echt helemaal niet leuk. Nee. Nee, ik ook niet. Inderdaad. Terwijl ik denk dat juist de speelsheid de mensheid meer zou helpen om die fantasie nog te blijven triggeren en zo. En om andere verbindingen ook daardoor te leggen dan dat we nu, als je ouder wordt, dat je saai moet worden. Ja, een beetje grijze muis. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik vind het heerlijk. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat de mensen om je heen je begrijpen? Waar merk je dat aan? Oh, ik heb... Ja, dus, ja, zeker.
Dat merk ik aan... nou ja, bij mij is het misschien ook omdat ik een boek erover heb geschreven... wel makkelijker ook om te begrijpen waar ik doorheen ga. Als je ergens mee zit, zeg je lees mijn boek. Dat is je handleiding. Ja. Dat is mijn handleiding. Oh, dat is wel handig voor jou, dat hij een handleiding had. Ja, zeker. Okay, ja. Nee, gewoon doordat ze me in mijn waarde laten, denk ik. En ik denk dat er ook wel mensen zijn geweest in mijn leven... die me niet zo goed begrepen, maar dat is dan dat verwatert dan uiteindelijk. Ja. En dat... je merkt ook wel als je erover praat... dat er, ja, je hebt natuurlijk uitzonderingen... maar dat de meeste mensen er ook wel open voor staan... Ja. Ja, voor als je over je angsten bijvoorbeeld praat, dan nooit iemand maar wel zeggen. Vaak één op één, want in een gesprek, want ik merk wel dat als je in een groep lastiger. Doet, dan gaan mensen toch een beetje van, nou, moeilijk. En, of dat ze juist een grapje erover gaan maken, terwijl ik denk van, ja, maar op zich kan je het ook wel serieus nemen. En je hoeft niet alles even serieus te nemen, hoor. Maar wel, dan merk je dat er een ongemak zit of zo. Wat staat in jouw top 3 van onzekerheden? Nou, dat heb ik laatst al gehad op Instagram even om prikkelen. Ik ben dus heel onzeker dat ik geen diploma heb gehaald. Oh ja, dat had ik gelezen inderdaad. Ja, ik volg je ook overal. Ik denk dat dat wel een van de grootste is... omdat ik me dan mijn hele leven gewoon een beetje dom heb gevoeld. En dat steeds probeer te bewijzen dat ik dat niet ben. Maar daar ben ik nu ondertussen wel een beetje mee gestopt. Ik denk, men neemt me maar ook ben. Of ik nou, ik vind het niet zo belangrijk meer, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat je vrienden om je heen zeggen... mag ik even je diploma zien? Voor dat nee, nou, hoe ouder je wordt, hoe meer je ook merkt... dat het helemaal niet zo belangrijk is. Nee, is het ook niet. Nee. Ja, jij, volgens mij heb jij laatst gezegd... zou ik mijn diploma in de prullenbak gooien? Wat heb ik hier eigenlijk aan? Ja, wel oprecht, maar mij werkt sowieso. Maar ik dacht, wat ik op een gegeven moment ben gaan doen... is dat ik dacht van, ja, ik moet wel een hbo-diploma halen... omdat mijn zus dat ook had gedaan. En dat ik dacht van, mijn vader zei tegen me... ja, wat ga je anders doen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus ja, doe het dan maar wel gewoon, weet je. Dat ook nu achteraf denk ik van ja, op zich, als ik al had geweten dat ik dit soort dingen ging doen en zo, had ik op zich ook al eerder kunnen beginnen. Maar soms is dat, het is een beetje lastig in die zin. Ik heb het, ja, ik zeg wel eens tegen jou van dat iemand een diploma heeft, zegt niet dat diegene slimmer is als jou. Of nee, zo. Helemaal. Het zegt alleen niet, dat iemand goed kan leren. Hè? Ja, dat zegt mijn man altijd. Ja, 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 want ja. Die. Dat ze goed dingen kunnen onthouden soms ook. Ja. That's it. Want ik heb soms ook wel eens mensen gehad dat ik dacht van. Waarschijnlijk, je hebt gymnasium gedaan, geloof ik. Maar ik merk het niet echt of zo. Nee. Ja, maar dat is... Mijn man heeft de universiteit gedaan. Oh, ja. Maar met zijn hersentumor, dat lukte ook gewoon helemaal niet. Hij moest ook met zijn studie stoppen. Hij heeft heel lang over zijn hbo gedaan. Door de operaties en zo. Ja. Maar hij is zo ontzettend slim. Ja. Dat is echt bizar. En hij mist echt een stuk hersens. Dus dat kan ik ook tegen hem zeggen. Ja, hij mist echt, hij mist echt iets. Maar het zegt, hij zegt ook tegen mij... Ja, het zegt verder zeg niks. Niks. Ik heb maar een hbo-diploma dan. Maar ja... ja. Voor mijn fotografie leer ik het allemaal zelf. En die creativiteit kan je niet met een papiertje behalen, vind ik. Nee. Zeker. Top drie. Ja, het autisme in het algemeen. Maar daar heb ik de laatste jaren ook al echt veel vooruitgang in gemaakt. Dat ik het nu ook gewoon open over ben. En dan denk ik het feit dat ik weinig uur kan werken. Dat vind ik altijd, blijf ik altijd wel lastig vinden om te vertellen. Want mensen zien niks aan de buitenkant. Nee. Dus dan, dat... Ja, ik herken het. Ja, zeker. Toen wij elkaar leren kennen, zat je er heel erg omheen. Ja, vond je dat lastig om te vertellen? Ja, vooral omdat ik toen ook helemaal nog niet had verteld van het autisme en zo. Okay. Dus dan zei ik altijd, ja, ik werk wat minder, want dan vind ik het leven leuker. En dan heb ik maar minder geld. En dan red ik het toch nog wel mee. En nu zeg ik gewoon van, dit is wat ik aan kan. En mocht het ooit veranderen, ja, dan is dat ook zo. Ja, ik denk... Ja, maar we leven sowieso een beetje een maatschappij waar wordt verheerlijkt hoeveel uur je werkt. Hè? Ik vind het helemaal niet cool als iemand zegt dat hij het super druk heeft. Nee, dat... En dat vind ik in deze depressie nog minder cool. Ik vind dat ook helemaal niet zo cool. Ik had al laatst een video gemaakt waarin ik dacht van... Of je werk... Toen besefte ik me van, oké, ik doe wel echt veel te veel eigenlijk. Toen dacht ik van, oké, ik moet wel echt iets gaan minderen. Dus ik vind het ook niet cool, maar het was toevallig dat ik dacht van, oh ja, ik ga eens even kijken hoeveel ik nou eigenlijk werk. Maar dat was wel echt soms wel te veel. Ja. En dat was niet de video gemaakt om te laten zien, kijk hoe stoer ik ben dat ik veel werk. Het was eigenlijk meer van, kijk, het kost meer werk als dat je misschien denkt bij video's maken. Ja, zeker. Mensen vergeten dat helemaal, hoeveel werk dat kost. Ja. Ja. Dus, Ja, men vindt druk zijn iets positiefs. Van, ik heb het druk op werk. Ja. En ik denk dan eigenlijk alleen maar van, oh, vervelend. Ja, dat denk ik ook. Ik denk, je kan geen prioriteiten stellen, blijkbaar. Ja. Oké, nee, dat ik leefde ook echt zo, hoor. Want ik dacht, oh, ga ik dit doen, dat doen. Ja. Ik heb een tijdje vanuit Groningen in Alphen aan de Rijn werkte ik toen gewoon heen en weer gereden. 5 uur per dag. Zo. Ja, echt. Oh, wow. Ja, en dan ging ik weer naar bed, kwam ik in Groningen en ging we eten maken. En dan ging ik slapen en dan ging ik weer naar Alphen. Ik heb het maar 2 maanden gedaan, want het langer hield ik echt niet vol. Nee. Maar toen dacht ik begin, oh ja, nou, dat doe ik wel even. Nee, ik ben er echt niet voor gemaakt. Voordat ik ga afsluiten, wil ik trouwens even nog jou vragen. Je doet fotografie dus. Ja, klopt. Dat is, denk ik, echt wel een passie van je. Ja. Wat fotografeer je?
boudoir. En kan je dat meer uitleggen? Ja, boudoir is... eigenlijk wil ik vrouwen in hun sensuele empowerment zetten. Als ik het een beetje zo moet zeggen. Dus lingerie, naakt. Okay. Doe ook portret hoor. Ik zie niet iedereen alleen maar altijd naakt. Ik had nu weer een nieuwe lens gekocht. Dan kan ik ook wat meer huisdieren fotograferen. Dus ja, boudoir. Vind ik heel leuk. Ja. Ja. Hoe is dat iets wat je nu dus ook nog wel kan doen? Of is dat iets wat je nog wel probeert een beetje... Ik probeer wel mijn energie daarin te stoppen voor zover het gaat. Maar dat geeft mij heel veel. Ja. Dus ik krijg er ook weer heel veel voor terug. Als ik mijn foto's aan het bewerken ben en blije mensen heb waarnaar ik de foto's verstuur, dan word ik echt blij van. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, heerlijk. Bedankt voor het mooie gesprek. Bedankt Dankjewel. Voor jullie je bedankt openheid. Dat ik hier mocht zijn en erover mocht praten. Ja. Ja. En mocht je hierover mee willen discussiëren, nog dingen kwijt willen, onder de video op YouTube kan je dat plaatsen. En dan zijn wij over 2 weken weer terug met een nieuwe podcast.